Moet je luisteren. Wij hadden heel graag vanavond, hebben we het net ook kort voor deze uitzending over gehad, jullie graag in debat willen laten gaan. Of in ieder geval met elkaar van gedachten willen laten wisselen. Jullie en Jenny en Wim Anker en Goran, de advocaat van Jeffrey. Dat wil jij liever niet. Jenny, je hebt tegen ons gezegd van ik wil niet met demonstranten aan tafel. Ja. Ze mogen wel op de eerste rij zitten, maar ik ga niet met ze in debat. Nee. En dat accepteren we ook. Nu zeggen jullie, want ik zeg het maar even tegen de kijker zoals het nu gaat, hier in deze uitzending. Want wij zijn er een beetje door overvallen ook. Want we hadden aanvankelijk begrepen van jouw advocaat, meneer Anker, dat het wel kon. We beter hem voor moeten bereiden, denk ik. Nou ja, we hadden goed contact gehad. Maar nu hebben jullie tegen ons gezegd van ja, wij willen ook aan tafel vanavond. We willen meedoen aan het debat. Nee, het is niet wij willen ook aan tafel. Jullie zijn hier uitgenodigd. We zijn uitgenodigd om aan tafel te zitten. Ja. En daarvoor zijn we hier. Dus we zitten graag aan tafel. Ja. En ik hoor het wel, wanneer we aan tafel... Nou ja, die uitnodiging staat, want wij willen met iedereen praten. Ja, en nu hebben jullie met Jenny gesproken. Dus wanneer gaan jullie met ons spreken? Wij willen met jullie praten, we willen jullie ook aan tafel hebben. En we willen eigenlijk dat jullie allemaal aan tafel zitten, omdat we vinden dat iedereen gelijk is aan deze tafel. En dat er niet iemand bevoordeeld kan worden of niet. Ja. Maar goed, ik begrijp dat jij het heel moeilijk vindt om met hun te praten? Nee, ik vind het niet moeilijk om met hun te praten. Eigenlijk draait de hele rechtszaak daarom. Ik vind dat je op een gegeven moment gewoon een streep moet zetten. En voor mij, Hebben jullie ooit met elkaar gesproken eigenlijk? Nee, ik heb op het moment dat ik... Vanaf het moment dat ik wist dat ik werd gedagvaard, ben ik meer onderzoek gaan doen. Ik kende tot dan toe de standaard filmpjes die we allemaal kennen. En hoef ik niet uit te leggen. Mm-hmm. Maar daarna ben ik meer onderzoek gaan doen. En ik ben echt me rot geschrokken. Ten eerste van wat ik vind over de groepering die tussen onze kinderen wou demonstreren. Maar gaat dat ook over Thierry, wat je hebt gevonden? Ja, onder andere. Maar ten tweede ben ik me rot geschrokken van hoe de burgemeester van Dongeradeel daarmee om is gegaan. En dan denk ik van oké, ik ben daar gewoon heel recht door zee in. Op een gegeven moment moet je gewoon een streep trekken en het ligt bij de veiligheid. Okay. En dan ga ik nu niet... Ik snap wat je zegt. En toch wil ik allebei de kans geven om hun standpunt uit te leggen. En deze tafel is een tafel die hoort bij Late Night. En daar moet iedereen aan kunnen zitten, vinden wij. En we willen toch alle partijen uitnodigen. Nu is het lastig, want jij zegt ik stap op als zij komen. Dat wil ik niet. Nee, heb ik niet gezegd. Ik heb gezegd, ik had een keus vanavond en die heb ik gemaakt. En dat blijkt achteraf op basis van... eigenlijk niet de juiste informatie. Ja. Als ik had geweten wat het plan was, dan was ik hier niet naartoe gekomen. Dan was je niet gekomen. Dan had ik gewoon andere beslissingen genomen. Begrijp je dat wij hier aan tafel willen praten met iedereen over alle standpunten en dat we dus ook hun aan tafel willen hebben om erover te praten? Maar dan mag ik misschien ook even uitleggen waarom wij nu in deze situatie zitten. Mm-hmm. Is omdat elke keer dit wordt gedaan. Er wordt elke keer gedaan alsof we heel redelijk aan tafel moeten gaan zitten praten met mensen die in het rapport van de terreurbestrijding worden genoemd. En er wordt elke keer gedaan alsof bijvoorbeeld zo'n burgemeester, alsof die zaken moet doen met zulke groeperingen. Ja. Als u ziet wat er is gebeurd na aanloop van Dokkum. En dan vind ik het onbegrijpelijk dat zulke keuzes worden gemaakt. Het gaat om de veiligheid van de kinderen. Snap ik. Ik snap jouw standpunt. Voor dit programma geldt precies hetzelfde. Nee. Moet iedereen aan tafel uitnodigen. Toch? En met iedereen kijk, nou, dat gaan we dus ook doen. Want zoals in een rechtbank iedereen aan bod mag komen en iedereen mag spreken over zijn point of view, vinden we dat dat hier ook moet kunnen. En dus jij hebt mij net een woord gegeven. Ik geef en daar ga je dus niet aan houden. Ik kan niet andere mensen die hier zijn dan uitgenodigd niet toestaan aan tafel om hier te komen. Had u... Nee, je mag het niet zeggen tegen mij. Maar ik vind dat iedereen hier aan tafel moet kunnen komen. Maar dan had u mij dat moeten duidelijk maken. Dus ik ga jullie uitnodigen aan tafel om met ons te praten allemaal. Ja. Ik vind dat we allemaal een gesprek moeten kunnen voeren over dit onderwerp. Als dat niet kan, dan vind ik dat jammer. Maar ik ga toch vragen ook aan Thierry om hier aan tafel te komen zitten. En aan Goran Sluiter om ook hier aan tafel te komen zitten. Meneer Sluiter en Thierry, welkom. We hebben gehoord van Jenny wat het standpunt is. Wat jullie betreft, deze rechtszaak, die is nu door het Openbaar Ministerie, is deze rechtszaak ingezegd en daar wordt gezegd, het gaat niet over...